hier. We staan hier op een fantastische plaats. Velen zullen het herkennen als op het bordes van Paleis Soestdijk. Hier stond de koninklijke familie natuurlijk vroeger de défilé af te nemen bij het moment van 30 april. Nu staan we hier op 29 september, want er is een tentoonstelling geopend van de Miskita en Escher. Escher bekend uit Baren, maar ook vanwege zijn geweldige mooie tekeningen. De Miskita was zijn leermeester. En zo heet deze tentoonstelling Transformatie van leerling tot meester. De moeite waard. Wij waren erbij in alle vroegte 29 september. Natuurlijk ook toegankelijk voor de mensen die erg geïnteresseerd zijn. Dit was het vanuit Soestdijk. Waar wij 4 jaar geleden ook aanwezig waren bij een andere Escher tentoonstelling. En toen hadden we een gesprek met minister Schipper. En daarvoor was nog de opera en het mooie lichtshow. Daar waren wij ook bij. Dus vandaar dat we opnieuw getogen zijn naar Paleis Soestdijk. Ja, je hebt heel veel verstand van Miskita, maar ook zeker van Escher. Ik was even benieuwd, wanneer heeft Escher nou zijn eigen stijl ontwikkeld? Eigenlijk begon die toen hij naar Italië verhuisde. Toen waren er al wat elementen van optische illusie zichtbaar. Eigenlijk toen hij terug naar Baren verhuisde in 1941, werd zijn echte kenmerkende stijl, kwam echt tot uiting met gedaanteverwisselingen, optische illusies en gebaseerd op wiskunde vooral. Dus het was vanaf 1941. In 1950 werd hij echt beroemd met zijn typerende stijl. Met bepaalde optische illusies, bijvoorbeeld bij deze houtsnede Toren van Babel, het zicht van bovenaf, dat begint al een beetje zijn echte kenmerkende stijl zichtbaar te worden. Voor Escher zelf was dit de beste periode uit zijn leven. We zijn een aantal zalen doorgelopen. We zijn net in de kanonnenkamer geweest, maar nu langzaam gaat het uit naar de tentoonstelling van Escher. Hoe is het tot nu toe gevallen? Nou ja, het is prachtig. Ik ken het paleis natuurlijk vanuit de andere situatie en met de opera, dat gebeurt ontzettend veel. Maar dit is wel heel bijzonder. Ten meer dat er gewoon ook een aantal, nou in ieder geval één stuk is wat nog nooit heel iemand anders gesteld. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, de combinatie van Escher en Paleis Soestdijk is ook heel bijzonder, begrijp ik. Nou ja, Paleis, de Baren en Escher is natuurlijk, hij is hier een aantal jaren gewoond. En heeft hier ook zijn werken gemaakt. En om dan in Soestdijk een tentoonstelling van Escher te hebben, is natuurlijk, dat is prachtig. Dit was het vanuit Soestdijk.